start is gevallen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Het begon met een startfoutje voor Heres Beukenswijk. Maar die valt nu weer heel mooi in het startschot nu die net gezet is. En de leiding aan de buitenkant is even voor Darkwitch Sisu. Maar het wordt flink dringen in die eerste bocht. De leiding is toch voor Heres Beukenswijk. Ja, dat is knap, want in principe was de koers verloren. Maar Finn had geluk dat zijn paard op het juiste moment wel er een goed idee bij kreeg. En dus valt hij perfect in het startschot. Darkwitch Sisu die wil wel graag op die rug, denk ik, van de koploper. Gaat nu ook lukken. Aan de buitenzijde komt daar Florijn naar voren. Ook een paard dat graag van kop af gaat. En zo worden de posities een beetje gekozen. Ligt vierde aan de binnenkant. Het paard nummer 2, Fleur Zwageman. Aan de buitenzijde moeilijke positie voor Unar B. Achter deze paarden Helena Di Quattro. Die krijgt hem wel op maat. En daarachter Spin met zijn Ingis Transair. Wordt op een lengte gevolgd aan de buitenzijde door Hugo Lobel. Die ligt er aardig in. En daarachter is het Falls River. En zo gaan de deelnemers dan op weg naar de linkerbocht. En daar hebben we een nieuwe koploper. En dat is Florijn. Ja, hij heeft even wat moeten doen om die leiding te krijgen. Maar John Dekker heeft hem nu te pakken. Eigenlijk wilde Finn van Kijk hem afgeven aan de deelnemer die daar ook had willen liggen. En dat is Helena Di Quattro. Maar die heeft nu een rug in het tweede spoor. En zo komen de deelnemers in de rechte lijn voor de tribune. Gaat Finn alvast even een spoortje naar buiten. En weer naar binnen. En toch maar weer naar buiten. En zo moet je maar kiezen in zo'n koers. En op dit moment zou ik, als ik hem was, kiezen voor buiten. Want het tempo is naar beneden gegaan. Florijn haalt het tempo eruit. Heres Beukenswijk ligt tweede. Unar B aan de buitenkant derde. En die gaat er nu naast Heres Beukenswijk komen. Dan gaat hij toch naar buiten. En dan ligt Unar B drie dik. En door het derde spoor komt ook naar voren Rick Ebbingen met Hugo Lobel. Ja, Daisy Paling vindt dat niet heel erg leuk, heb ik het idee. Want haar koers is gewoon verloren nu met Unar B. En het is aan kop van het veld Florijn. Tweede spoor daarnaast Heres Beukenswijk. Binnenzijde geen meter te veel voor Darkwitch Sisu. Goed geplaatst ook Helena Di Quattro aan de buitenkant. Unar B, die krijgt hem wat lastiger. Wat komt daar vanuit het achterveld? Onder andere de favoriet Hugo Lobel. En die gaat even in de overdrive daar in het vierde spoor. Komt hij naar voren. En Florijn, die begint hier dan toch zijn meerdere te vinden. En daar is het kind van de rekening, Darkwitch Sisu. We gaan de laatste bocht in. En daar hebben we een nieuwe koploper. Dat is Hugo Lobel. De derby-favoriet. En vandaag is hij op oorlogsterkte. Ja, Hugo Lobel gaat sterker. Hugo Lobel heeft de lengte voorsprong genomen. Tweede plaats voor Heres Beukenswijk. Unar B houdt het verrassend goed vol. Ligt aan de buitenkant. En daarachter ligt aan de relingzijde Helena Di Quattro. Zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En Hugo Lobel leidt. Hugo Lobel, Heres Beukenswijk gaat nog wel een keer de aanval openen. Unar B loopt echt een wereldkoers. En daarachter aan de relingzijde Helena Di Quattro. We zijn in de laatste rechte lijn. Komt er nog wat van achteren? Hugo Lobel, het is de rijder die omkijkt, Rick Ebbingen. En we hadden hem vandaag nog niet op het podium staan. Nu gaat hij er wel op komen. Hugo Lobel gaat winnen. Weer een winnaar voor Arie van Bellen. Zijn tweede achter elkaar. Unar B, geweldige koers tweede. Derde plek aan de buitenkant. Helena Di Quattro en vierde Heres Beukenswijk.